Ik wil het aardbeven, ik wil sportpaleis aan de zak. Ready? Come on, champion! Maar liefst 6 keer deden ze het sportpaleis op zijn grondvesten daveren. Ze verzamelden 16 TMF Awards en hun laatste plaat, Forever, ging al 30.000 keer over de toonbank. En dat allemaal in de afgelopen 4 weken. Uw applaus voor Reggie Pengsten en Linda Mertens. Ja, ook gekend als Milk Inc., moest ik er nog bij zeggen. Maar dag Linda, dag Reggie, goedenavond. Jullie hebben afgelopen zaterdag het laatste van 6 concerten in het Sportpaleis gedaan. Spijtig, ja. Ik weet niet, hoeveel volk was dat alles bijeen? Goh, ik denk een 100.000... 100.000 zielen, 200.000 handen, ja. Hè, die we toch allemaal gezien hebben. En ik mis ze al. Ja, ik denk. Frank, zijn jouw kinderen fan van Milk Inc.? Ja. Mijn dochter die is gaan kijken en die zei dat het supergoed was. Dank je wel. Dus dat ze zeker Nee. Ze was zwaar onder de indruk. Maar wie komt er zoal naar jouw concerten? Wat soort volk komt daar? Wel, dat is eigenlijk heel breed. Want in het begin dachten ze altijd, Milk Inc., dat is vrij jeugdgericht. Is ook zo. Maar volgens een marktonderzoek dat het Sportpaleis doet, is de gemiddelde leeftijd ongeveer 28 jaar. Dat is toch al vrij oud, dus je hebt redelijk wat oudere mensen ook. Over het algemeen zijn de mensen vrouwelijk van geslacht en rijden ze met een Volkswagen Golf en zijn ze hoger opgeleid. Blaasontsteking. Voilà. Ja. De vrouwen meer als de mannen tijdens het concert. Ja. Maar het is inderdaad een heel divers publiek. We're big fans of Milk in England. We just heard their songs on the internet and we really wanted to see them. So we've been watching the videos on YouTube. We've got all their albums. We think they're fantastic. Als ik hier buiten kwam, voel ik me 30 jaar jonger. Ik denk dat je nog zo mocht een saaie piet zijn door de muziek. Dat is weer top en automatisch doe je mee. Hè. Ambiance, plezier, het is voor alle leeftijden. Ze zijn zo lief, fantastisch, alleen je stem, ambiance. Ze kunnen een heel zaal doen ontploffen. Vind ik toch, alleen. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Als die Reggie zo doet, dan doet iedereen dat. En dan denk ik gewoon zo, dan deed iedereen dat. Ja, Reggie, eigenlijk ben je zo een soort volksmenner. Ja, die term wordt de laatste tijd veel gebruikt. Ja. Hij zit ook voortdurend van alles te roepen. Wat roep je zoal? Wat zijn zo je favoriete kreten? Ik moet eigenlijk niet veel meer roepen, hoor, maar je vraagt toch wel eens waar de handen zijn. Maar het is tegenwoordig al niet meer nodig. Nu het sportbeleid, ik moet nog maar zo doen. En ze zijn er allemaal. Mm. En laat u eens horen en zo van die dingen. En make some noise. En de variatie tussen het Engels en het Vlaams. En, nee. En is dat omdat hij niet kan zingen, Linda? Moet ik hier op antwoorden? Ja, kan hij zingen? Jawel, hij kan wel zingen. Kan hij goed zingen? Denk ik. dat is iets anders. Hij kan wel zingen, want hij zingt meestal altijd mijn demos in. Dus hij kan wel zingen, ze. Maar op concerten zing je niet, of ja, ik heb zo 2 solo-nummers die ik zing, maar dan, dat is meer. Ook voor de sfeer. Ook, hè. Ik zing geen, je roept die meer dan dat je die zingt. Ik zing die wel ongeveer, maar ik zing die meestal ofwel op mijn kop in het publiek, terwijl ik zo crowdsurf op de mensen, of ik zing die bovenaan een tribune, terwijl ik door het volk loop. Dus ik doe er altijd iets speciaals mee. Ik zal nooit gewoon met een podium, like Linda, gaan staan en een nummer zingen. Dat is niks mee. Zeg, je bent nu 11 jaar bezig, maar je bent eigenlijk populairder dan ooit tevoren. Ja, volgens de cijfertjes wel, maar we zijn altijd al heel ons leven content geweest, hoor. Het is altijd leuk. Maar hoe verklaren jullie dat jullie de laatste tijd zo geweldig populair zijn? Ja, eigenlijk Reggie, ik bedoel, ja, hij heeft ook, elk nummer dat hij ook maakt, dat is bij wijze van spreken ook een hit en dat verkoopt ongelooflijk. Maar jij krijgt toch ook meer waardering van collega-muzikanten tegenwoordig? Ja, ook omdat we nu met die live concerten bezig zijn en zo, is dat voor mij ook veel leuker om mij te bewijzen als zangeres. Mm. Want vroeger, ze zeiden altijd wel een dansgroepje en die zangeressen kunnen niet zingen. Dus dat was altijd wel zo, ja, dat was niet leuk om te horen. En nu kun je eigen bewijzen en de mensen, ja, die vinden dat geweldig en ja, die waarderen dat ook allemaal. Hè. Maar je leeft eigenlijk in de bossen in Frankrijk. Ken je Milk Inc.?
Wel, dat nummer van daarjuist, Smoke on the Water, dat kende ik. Maar, nee, maar ik heb me natuurlijk voorbereid en ik heb wel een paar fragmentjes bekeken. Nee, van dat water. Hoe oud is dat water? Ook een water is toch ergens 2000 of zoiets, hè? Dat kende ik. Ik sta 8 jaar achter. Dat valt er wel. Zeg, Rachel, maar je hebt nu 22 tophits geschreven. Voor Melk, hè? Ja, jullie geven monsterconcerten en zo. Jullie zijn binnen. Nee, was het maar. Ja, dat is nog zo. Jij bent binnen. Nee. Dat heeft in een boekje gestaan. Dat komt zo ergens uit een boekje. En mensen denken dat Reggie binnen is, maar Reggie werkt er ook wel super keihard voor. Maar hij is wel binnen. Hij heeft een mooie wagen, hij heeft een mooi huis. Dat is allemaal binnen, van de bank. Wat is binnen? Ja, nee, maar... Allee. Maar ben je een goede zakenman? Absoluut. maar dan kom je ook redelijk ver, hè. Ja. Ik bedoel, zeg, moet jij dan met hem onderhandelen? Van tijd tot tijd? Nee, hij is echt daar heel gemakkelijk in. Hij zegt gewoon zo'n heel beetje. Ja, maar nu deelt hem wel met mij. Oh, dat is makkelijk. Nee, maar het is echt geen moeilijke zin. Oh, dank je. Nee. Je krijgt de opslag. Ja, dat staat nu. Reggie, jouw vriendin Elke geeft je alles voetverzorging. Nu, persoonlijk zou ik passen voor dat werkje. Schat. Ma. Kom aan, zo lang. Zo lang. Allee, ga dat af. Tant. Kom, knip je nagels, want ik kom er niet aan. Oeh. Zo lang zijn jullie toch ook niet, vind ik. Maar fijn, kom. Ja. Ik ga je compresjes opleggen van amandelolie met ceder tegen de kloven, palmarossa voor je eczeem en T2 moest er een schimmeltje bij zitten. Huh? Dat is wel niet de goeie, vriend, alstublieft. Kunt je teennagels nog niet knippen? Nee. Hoe oud zijt je? Echt, hè? Daar rijdt dan met een dikke auto, dat heeft een schoon huis, een zwembad en ziet hoe dat met zijn voeten rondloopt. Frank, doet jouw vrouw dat ook? Nee, ik moet eerlijk zeggen, bij mij heeft het heel lang geduurd voordat ik ook mijn eigen nagels knipte. Ja. Alleen dat is eigenlijk dat is vies, maar nu gaat het. En wie deed dat dan vroeger? Mijn moeder. Ja, tot ik 18 jaar was. Mami, wilde jij mijn nagels knippen? Ja. Oh. Ja, nu doe ik het zelf. Maar... Pijnlijk. Reggie, waar of niet waar? Je bent een miljonair met vieze tenen en een drankprobleem. Het eerste is niet waar, het rest wel. Heb je een drankprobleem? Probleem niet, maar ik hou wel van de druif, ja. Wat drink je? Hoeveel drink je gewoonlijk? Maximum een fles champagne of wijn per dag. Zo. 75 centiliter, is dat voldoende vochtinname, dokter? Maar ook wel 2 liter water, hoor. Vochtinname wel, maar het is wel veel alcohol. Hè. Ah. 1 fles champagne per dag. Gemiddeld, hè? Ja. Dus soms ook niet. Als je dan zo 7 en dan een week niks, hè? Ja. Dat is te veel, een fles champagne per dag. Absoluut. Ja? Wat moeten we met deze patiënt aan? Linda heeft er nooit samen op het podium gestaan. Mag ik? Wat is dat, hè? Heeft dat wel eens één keer zo'n flater begaan? En dat was toen op een concert. Het was pikken donker, dus we konden niet veel zien. En hij was super zat. En ik stond toen aan het keyboard. Meer dan één fles toen. Ja. En ik had mijn micro zo vast. En toen kwam hij tegen mij zeggen, maar hij wist niet dat ik mijn micro hier vast had. Dus hij zei, wat sta je voor een publiek? En toen gingen de lichten aan en toen zat iedereen in een rolstoel. En ja, dat was wel een klein beetje. Het was raar. Ik zei allemaal, kom, spring. Ja, waarom doe je dat niet mee? Het was een klein beetje gênant, echt. Een half uur moeten smeken aan die mensen, sorry. En te zien heb ik eigenlijk nooit meer voor een optreden, ook maar één druppel. Meer, dus... Ik drink dus nooit voor een optreden meer. Ook voor tv-shows. Like dat was echt... Dat blijft ons altijd bij. Straks gaan jullie nog Forever spelen met de laatste showband. Ging dat een beetje op de repetitie met de band? Het was schattig om te zien. Dus ik weet niet of je gezien hebt, we zijn helemaal elektronisch nu. En het was echt zo like jongetjes met nieuw speelgoed. Zo. Dus de oogjes fonkelen. En het is echt ik denk dat ze het niet meer terug gaan willen geven straks. Ja. Intussen al hartelijk bedankt, Linda en Reggie. Okay.